sta met Victoria Pelova hier na afloop van de wedstrijd Ajax tegen ADO. Victoria, ja, wat vond je van de wedstrijd? Ja, ik vond het onverdiend. 1-0 achter, ze scoren wel goed uit een vrije trap. Maar ik vond de eerste helft, hadden ze helemaal niks te zeggen, waren ze niet eens op onze helft. En daarna, ja, ze kwamen wel iets meer in de wedstrijd. In het begin van de tweede helft waren niet zo scherp. Maar alsnog, ja, ik had ook nog die 1-1 gewoon erin moeten schieten. Ja. Ja, was wel slordig aan het eind. Was gewoon, zij trapte alles weg. En ja, wij gaan er een beetje in mee. Eigenlijk moeten we dan gewoon rustig gaan voetballen. Maar ja, is moeilijk. Het ging wel gelijk op, naar mijn idee. Ja, nou, ik vond het zelfs beter. Ja. Ik vond niet, ja, zoals ik al zei, ik vond het echt onterecht dat ze begonnen. 0-0 was, kijk, het was niet dat wij... Dat wij 6-0 moesten winnen of zo, maar 0-0 was zeker meer dan verdiend. Ik zei al tegen Esmee van dit is echt zo'n 0-0 wedstrijd. Ja, precies. En of een 1-1, maar... Pelova, hè? Ja. Wij nog roepen, Pelova, kom op! Ja, ik dacht ook echt maar, ik wilde hem afspelen, zo dom. Ik had gewoon, gewoon in moeten knallen. Ja, gewoon door haar heen moeten, Want de inzet was er echt bij jullie. Ik dacht van echt bovenop, alleen ja... Wat ik wel merkte was dat zij wel veel meer vermoeid waren, omdat ze ook natuurlijk net een wedstrijd hadden en dat merkte ik wel gewoon een beetje aan de rest. Ja. Maar toch, daarom gingen ze met z'n allen gewoon naar achter. Ja. Dat is moeilijk om doorheen te gaan. Zat er extra druk vooraf op de wedstrijd voor jullie of viel het wel allemaal mee? Nou, het viel wel mee, want we willen natuurlijk gewoon eigenlijk, we vonden het leukste om Ajax gewoon bij de onderste en dat zij het daar moeten uitvechten. Dus voor ons is het is geen ramp of zo dit, maar het had gewoon lekker geweest als Ajax gewoon nog meer punten onder ons, als hun onder ons hielden. Ja, dat is wel echt baan. Maar er zat niet echt druk op. Maar tegen Ajax hebben we eigenlijk altijd druk. Maar vindt gewoon de leukste wedstrijden van het jaar. Ja. Het motiveert extra, hè? Ja, precies. Amsterdam is eventjes. Even Amsterdam pakken. Even die, Zat er eigenlijk dus meer in, kortom gezegd, maar het is niet helemaal eruit gekomen. Nee, het is niet allemaal uitgekomen. Nee, we hadden in eerste helft ook niet heel veel kansen, moet ik zeggen. Maar ja. We waren wel, we hadden gewoon weer balbezit, we waren gewoon beter en ze hadden geen kansen, vond ik. En op het eind werd het wat opener naar die goal. En Jansen had natuurlijk nog wel die ene, die pakte de bar echt heel goed. Ja. Maar ja, daarentegen hadden wij ook mogelijkheden. Ja. Maar we hadden gewoon meer moeten schieten ook achteraf gezien, want er was gewoon daar één blok. Ja, we hebben het geteld, hè? Er was niet echt veel schoten op doel. Nee, hoeveel hadden we er? Nou, ik denk dat we een stuk of 6-7 er nog wel bij op. Het was tactisch zat het niet eens gek in elkaar. Alleen... Nee, ja, gewoon die kansen met niet. Ja. Ja. Gewoon, Ten slotte, het gaat eigenlijk best verder wel goed met ADO Den Haag. En ook met jou daarin. Kijk je tot nu toe wel tevreden over hoe het gaat met je? Met ADO gaat het echt supergoed. Ik bedoel, ik denk gewoon dat wij bij de bovenste mee kunnen draaien, horen te draaien. Ja. En... we moeten gewoon per wedstrijd kijken. We willen gewoon eerst bij die bovenste horen en dan daarna kijken we verder. Dus we zitten nog niet over kampioenschap, daar rekenen wij niet op nu. We moeten gewoon per wedstrijd kijken. Ja, ik hoor het al. Pest heb je dat je verloren hebt, maar je kijkt toch wel al verder vooruit. En wie weet, weet? Het is nu, vorig jaar hadden we echt, zaten we te strijden om bij de bovenste vijf. En nu ook wel, maar we staan nog wel, het is nog niet... Beslist. Nee. Maar ja, we hadden het gewoon 0-0 moeten houden. Wil je nog iets zeggen tegen de Ajax-vrouw? Of... Nou, ik hoop dat ze vrijdag verliezen tegen Alkmaar. Hartstikke bedankt.